Ja, laten we beginnen met de vraag, hoe boos ben je? Ik ben boos, maar ik vind het meer lachwekkend. Ik krijg een hoge bal van de keeper. Ik kijk naar de bal, ik kijk naar mijn speler, waar die komt. Ik blok hem, ik neem aan op mijn borst. En ik krijg nog een gele kaart. Je moet geen bal aannemen op je borst natuurlijk, hè? Sorry? Je moet ook geen bal aannemen op je borst natuurlijk. Wat scheelt vandaag? Blijkbaar wel. Nee, ik vind het nogmaals lachwekkend. Ik ga ook niet in discussie. Ik denk, we hebben videoref. En ze kunnen het volgens mij terugzien. En ik weet dat ik niet mijn elleboog heb gebruikt. En volgens mij heeft hij ook... Hij komt met zijn hoofd zo. En hij is wat kleiner. Ja, misschien heeft hij dan mijn elleboog geraakt. Maar... Wat zei je tegen Blom? Tegen? Blom. Ik kan me niet herinneren dat ik iets tegen hem zei. Je bent gewoon het veld afgelopen? Ik ben gewoon van het veld afgelopen. Ik dacht, weet je... Volgens mij was het de laatste minuut. Ja. Ik dacht, weet je, ik laat het daarbij. Ik weet dat ik niks heb gedaan. Ik gebruik gewoon mijn lichaam. Ik kan ook zonder armen gaan voetballen. Maar ik ben een spits, dus ik heb mijn armen nodig. Ik heb hem niet in zijn gezicht geraakt. Hij komt tegen mijn arm aan. Ik kijk naar de bal en naar de speler. Hij geeft me een gele kaart. Baal je meer van die rode kaart of van die omhaal die misging? Ik dacht, hij doet een dubbele salto, maar het was gewoon een omhaal, toch? Ja, nee, ik dacht... Ik probeer gewoon wat, joh. Ik moet forceren. Als ik hem goed raak, gaat hij misschien wordt het de mooiste goal van het jaar. Maar ik mis hem. Dus. De mooiste goal van je leven misschien wel. Denk het ook, maar helaas. Nu weer terug naar de Jupiler League, hè? Ja, op naar vrijdag. Succes daarmee. Dankjewel.